ik heb voor jullie vandaag een samenwerkingsvideo met Lisa Varenhorst. Ik ga vandaag 25 vragen die zij mij heeft gesteld, ga ik beantwoorden. En andersom natuurlijk ook, dus zij gaat mijn vragen beantwoorden. En laten we eens even een kijkje gaan nemen op haar kanaal. Dan weten jullie wie zij is en wat voor video's ze maakt. En vergeet je vooral niet te abonneren op haar kanaal. Dat zou ik super tof vinden. Dus laten we even een kijkje gaan nemen. Nou, dit is dus de voorpagina van haar kanaal. Druk even allemaal op die rode button, mensen. En abonneer je. Ik ben al geabonneerd, zoals je ziet. Er kunnen nog een hoop bij. En ze verdient het, want ze maakt super toffe video's. We gaan eens even bij haar video's kijken. Dan hoop ik dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Kijk, ze maakt reviews. Wat in mijn schoolbag. Avondroutine, weekend morning routine, nog veel meer. Ga het allemaal zien, mensen. Druk even op die rode button, want ze verdient het. Oké, mensen, laten we gaan beginnen met de 25 vragen. Zijn jullie er klaar voor? Nou, ik wel. Ik vind het wel een beetje spannend, want het zijn allemaal vragen die ik niet weet. Goed, we gaan naar vraag 1. Wat is het meest afgespeelde nummer uit je playlist? Nou, ik denk toch wel van The Weeknd, I Can Feel My Face. En dan bedoel ik dit nummer. Ik zal het jullie even laten horen. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. Oké, goed. Dat is dus het nummer, ja, wat ik gewoon super tof vind. Laten we naar vraag 2 gaan. Wie is je favoriete actrice? Laten we het in Nederland houden, dan ga ik toch wel voor Chantal Jansen. Dat vind ik gewoon echt een topwijfie. Zij presteert op alle vlakken, heeft humor, ziet er goed uit en ja, ze presenteert gewoon superleuk. Dus dan zeg ik Chantal Jansen. Gaan we naar vraag 3. Welk moment had je graag nog eens over willen doen? Ja, ik denk toch wel mijn opleiding tot doktersassistenten af willen maken. Want ik ben in het tweede jaar gestopt omdat ik het niet meer leuk vond. En op zich was het besluit goed dat ik iets anders ging doen. Maar achteraf gezien had ik hem toch graag afgemaakt zodat ik het papiertje had gehad. Want je weet nooit waar het goed voor is. Dus als ik iets mocht overdoen, dan deed ik dat wel. En dan ging ik toch maar het laatste jaartje eraan vastplakken. En nu ben ik ermee gestopt. Heel zonde. Maar goed, laten we gauw verder gaan naar de volgende vraag. Oké, jongens, vraag 4. Als je iedereen zou kunnen ontmoeten, levend of dood, wie zou dat dan zijn? Nou, dan zou ik op dit moment voor Max Verstappen gaan. Ja, het lijkt me gewoon ontzettend tof om een keer met hem te kletsen over zijn verleden, over zijn toekomst, wat voor plannen die heeft. En gewoon om een keer misschien naast hem te zitten in de auto. En ja, gewoon eens even met hem een stukje te gaan rijden. Lijkt me echt super vet. Dus bij deze Max Verstappen. Waar kun je jou echt voor wakker maken? Vraag 5. Nou, toch echt wel voor een frikandellenbroodje. Ik ben echt verslaafd aan frikandellenbroodjes. Gewoon eigenlijk een beetje. Want ik vind ze echt zo lekker. Vraag 6. Wat is je grootste droom? Nou, mijn grootste droom is toch wel gelukkig zijn en blijven. Dat vind ik wel echt heel belangrijk. En toch ook wel van mijn schouderklachten afkomen. En van die ellendige klote migraine. Want ja, daar word je gewoon simpel van. Dus bij deze. Vraag 7. Waar ben je bang voor? Nou, ik ben echt wel bang voor spinnen van die grote. Ach, nee, daar hoef ik niks van te weten. Dus ja, bah. Vraag 8. Wanneer ben je jarig? Ik ben jarig op 26 november. Dus ik ben vorige week jarig geweest. Toen ben ik 26 alweer geworden. Op naar de 30. Oh mijn god, dat klinkt zo oud. Oh, daar wil ik echt nog niet aan denken. Nou, gelukkig nog een paar jaartjes te gaan. Vraag 9. Noem 3 eigenschappen van jezelf op. Nou, dan gaan we hoor. Eventjes denken. Eigenwijs wel. Een doorzetter. En spontaan. Ja, die 3. Even kijken, vraag 10. Zie je jezelf slordig of opgeruimd? Nou, ik zie mezelf meer chaotisch. Dus ja, slordig. En gelukkig is mijn vriendin daar om alles weer op te ruimen. Dus dat combineert goed. Vraag 11. Wat is je favoriete eten op dit moment? Dan ga ik toch voor zuurkool met een lekker gehaktballetje. Stamppot zuurkool natuurlijk. Heerlijk. Oh, dat is zo lekker. Gaan we naar vraag 12. Welke video op je kanaal zou je graag over willen doen? Ja, dat vind ik een goeie. Als ik terugkijk, ja, dan zou ik ze allemaal over willen doen. Puur om het feit omdat je gewoon steeds verbetering wil zien. En ja,
weet je, je begint en dan maak je gewoon fouten. Dus zo ben je. En zo moet je het ook leren. Dus bij deze, ik ga niks overnieuw doen. Je ziet gewoon wat je ziet. En ja, ik hoop natuurlijk dat het steeds beter wordt. Ja. Vraag 13. Waar wil jij wel een huis hebben staan? Dat is een goede vraag. Ik zou denk ik wel voor een warm land gaan. Want ja, echt koud vind ik niet echt fijn. Ik vind het wel lekker, maar het hoeft niet voor mij altijd. Want bijvoorbeeld Noorwegen vind ik, lijkt me ook wel echt gewoon een super tof land. Maar ik zou eerder voor Australië gaan of zo, die kant op. Lijkt me wel vet. Kijken, vraag 14. Wat vind jij belangrijk in vriendschap? Ja, toch wel dat je altijd voor elkaar klaar staat. In wat voor tijden dan ook. Heb je ellende, heb je... Ja, dat je juist hartstikke goed gaat. Je moet altijd voor elkaar zijn. En dat vind ik wel belangrijk. En dat toont wel echt aan dat je gewoon... Ja, bevriend met iemand bent. Want het kan niet zo zijn dat het alleen in de happy tijden zo is. Dus dat. Vraag 15. In welke film of serie zou je graag een rol willen spelen en waarom? Dan zou ik voor een serie gaan voor Orange is the New Black. Lijkt me gewoon echt super grappig. En ja, daar zou ik wel in willen spelen. Vraag 16. Hoe was jij vroeger? Laat een foto zien. Nou, ik heb even wat foto's uitgezocht. Kijk, dit was met mijn mama. Toen was ik net geboren. Echt super klein. Ik was een premature kindje. Was ik 1 jaar, had ik mijn eigen fiets. Was super trots op. Hier was ik alweer ietsje ouder. Was samen met een buurjongen. Sylvester. Hier heb ik er nog eentje samen met mijn zusje. Zat ze in de bolderkar, was op vakantie in Zeeland geloof ik. Super leuk. Hier waren we alweer ietsje ouder. Mijn zusje en ik. Ja, en hier was ik weer ja, 7 jaar denk ik. Ik weet niet precies. Was ik aan het hardlopen. Zuid-Laardermarkt loop. Oh, je moet nog zeggen hoe ik vroeger was. Dat moet ik nog vertellen. Ja, ik was vroeger als baby was ik heel erg stil, verlegen. Ik keek echt iedereen aan met mijn grote klote ogen. Zo van, had je wat of zo. En ik zei gewoon echt helemaal niets. Later is dat heel anders geworden. Dus dat is wel grappig. En verder was ik gewoon lief kind hoor. Even kijken, vraag 17. Wat lust je absoluut niet? Nou, dan ga ik voor asperges, want asperges, blah. Nee, dat vind ik niet lekker. En ook witlof, blah. Vraag 18. Je huis vliegt in de fik. Wat zou je als eerste redden? Je familie is veilig. Dan ga ik toch wel voor mijn katten. Die komt na mijn familie. Of ja, eigenlijk zijn ze gewoon gelijk. Dus dan zou ik mijn katten redden. Daar hoef ik niet over na te denken. Vraag 19. Wat is belangrijker voor je geld of liefde? Ja, dan ga ik toch voor liefde. Want geld is wel makkelijk. Maar liefde is toch wel belangrijker. En dat telt veel meer dan een paar euro's. Vraag 20. Als je voornaam kan veranderen, naar wat ga je het dan veranderen? Poeh. Ja, ik vind mijn voornaam eigenlijk wel prima, maar als ik het moet veranderen... Ja, weet ik echt niet. Dan ga ik zo lang brainstormen dat ik het gewoon niet weet. Nee, dat weet ik echt niet. Misschien weten jullie een leuke naam voor me. Eventueel. Zet dan even hieronder in de reactie. Vraag 21. Hoe zou jij je voorstellen? Ja, ik denk toch wel een stoer persoon. Ik hou wel van een uitdaging. Ben niet bang verder. Ja, ik hou wel van avontuur. Kan helaas niet alles meer met mijn schouder, maar sportief. Spontaan. Gewoon mezelf. Vraag 22. Heb je huisdieren? Ja, ik zei het net al. 2 katten, Noah en James. Ze staan natuurlijk ook in mijn Furry Tech vlog, moet je maar eens eventjes kijken in mijn video's. En daar heb je ze misschien ook al wel gezien. En vraag 23. Waar ben je enorm verslaafd aan? Nou, ik ben enorm verslaafd aan frikandellenbroodjes. Maar ook aan pure chocoladehagelslag. Want iedere ochtend doe ik dat eigenlijk wel op mijn brood. Dat is echt een gewoonte geworden. Vanaf kleins af aan. En ja, dat is er gewoon in blijven zitten. Vraag 24. Wat is je grootste blunder? Mijn grootste blunder is toch wel een gat in de deur trappen. En ja, daar ben ik zelf niet zo trots op. Maar ja, op dat moment was het gewoon frustratie. Het heeft me heel veel geld gekost en ik had een zere been. Dus dat was niet zo handig. Vraag 25 alweer, de laatste vraag.
Welke leeftijd vond jij het beste en waarom? Dan ga ik toch naar mijn basisschool toe, zeg maar rond die leeftijd. Dan praat ik over een jaar of 8, denk ik. Ja, dat vond ik wel een mooie leeftijd. Ik kan alles nog herinneren. Ik had niet echt grote verantwoordelijkheden. Ik was altijd buiten. Ik was altijd aan het spelen met buurmeisjes, buurjongens. Ik had echt de grootste lol. En het was echt een gouden tijd. Als ik, als ik daar terugdenk. Ja, het was echt mooi. Dus, ja. Dat. Zo, dames en heren. Dan zijn we alweer helemaal door de vragen heen. Vond je het ook leuk? Doe even een duimpje omhoog allemaal. En ben je nou benieuwd wat voor vragen ik aan Lisa heb gesteld? Ga dan eventjes naar haar kanaal toe. Link in de beschrijving. En vergeet vooral niet te abonneren op haar kanaal. En mocht je zelf nog een vraag hebben of een opmerking, laat even je achter in een reactie. Dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Bye bye!